Goedemorgen allemaal. Ja, ik ben dus Brenno de Winter, al eventjes bezig met beveiliging van, ja, sinds dat ik kind of aan was eigenlijk bijna. Het thema is vandaag de past. De past is wat mij betreft iets wat vandaag begint. Tot nu toe is het altijd gewoon geweest dat u, als u mijn gegevens krijgt, daarmee mag doen en laten wat u wil. En daar weinig verantwoording over hoeft af te leggen. Na mijn praatje is dat hopelijk voor eens en voor altijd afgelopen. En gaan we kijken naar de toekomst. Laten we beginnen bij het verleden. Wat is de realiteit? Je bent op vakantie in Spanje. En komt terug en er ligt opeens een bekeuring van de Nederlandse spoorwegen. Want je hebt zwart gereisd. Dat kan niet, want je was in Spanje. Jawel, zegt de Nederlandse spoorwegen, je hebt zwart gereisd. Nou, iemand komt dan bij je. Nou, ik vraag dan als journalist van, goh, hoe zit dat? Hoe kan dat? En dan zegt de NS, ja, dat is een duidelijk gevalletje identiteitsdiefstal. Kan niet anders. En ik moet even mijn telefoon een klap geven. En hierbij is trouwens bewezen dat Vodafone vandaag nog wel functioneert. De Nederlandse spoorwegen die zeggen van ja, nee, het geval is identiteitsdiefstal. Dus ik zeg oké, dus het verhaal eindigt hier. Nou deed dat niet, want we vinden het toch wel goed om de procedure een keer doorlopen. En deze mevrouw is inmiddels 4 maanden onderweg met procederen met de Nederlandse spoorwegen. Omdat zij zwart zou hebben gereisd op het moment dat zij aantoonbaar in het buitenland is geweest. Hoe kan dit dan zijn gebeurd? Nou, dat komt door haar paspoort. Zij heeft haar paspoort laten zien aan de conducteur en die maakt geen fouten. Ja, maar mevrouw was in Spanje en had dat paspoort bij haar. Dat kan wezen, maar ze heeft toch haar paspoort laten zien. Nou, dan begint er een interessante vraag. Hoe kan het wezen van iemand waar nog nooit een paspoort is gestolen of is kwijtgeraakt, dat een gesloten circuit zo misgaat? Nou, vaak heb je het dan, en ik kan het niet in dit geval zeker zeggen, maar vaak heb je het dan over een datalek. Of meerdere datalekken. Ik heb zo'n voorbeeldje gezien met een vliegschool, de AIS Flight Academy. Die hadden de gegevens van mensen op een website opgeslagen. Ik weet ook niet waarom ze dat niet intern deden. Maar ze hielden bij naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, verloopdatum van paspoort, paspoortnummer, burgerservicenummer, bankrekeningnummer, BKR-status mag je niet opslaan, deden ze toch. En indien aanwezig en eventueel strafblad. Wat heb je nog meer nodig om een paspoort na te maken? Nou, pasfoto, gelukkig, die sloegen ze ook op. Dan heb je een totaal beeld van iemand en van wat er gebeurt. Andere dingen die ik heb gezien gedurende Lektober is dat op meerdere plaatsen jouw gegevens worden gelekt. Pas werd ik geconfronteerd door iemand die zegt van weet je dat ik jouw e-mailadres al 3 keer heb? Ik zeg nou, ik mail wel eens met je. Ja, maar deze komen uit datalekken. Elke keer hangt daar een andere set aan data omheen. En als je die aan elkaar knoopt op basis van een e-mailadres, dan weet je best wel veel van mij. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, stelen mag niet, en dat is ook waar. Maar het is wel de realiteit, het gebeurt wel. En bij Lektober was wel het beeld dat iedere keer en heel veel informatie heel erg makkelijk toegankelijk was. En wat ik zelf het meest schokkend vond, was dat je op een gegeven moment 50 gemeenten had, waarvan een aantal gemeentes, en dan zijn ze bij Webwereld Intern de grote bekgemeente gaan noemen, heel erg hard zijn geroepen van, er is niets aan de hand, want dit is een oude website en er staan geen persoonsgevoelige gegevens op. Dat kan wezen, maar hoe kan het dan wezen dat er toch nog bijvoorbeeld wachtwoordlijsten vandaan zijn gekomen? Dat begint toch redelijk persoonsgevoelig te zijn. En waarom hadden die wachtwoordlijsten naast de inlognaam ook nog een e-mailadres, een voornaam, achternaam, geboortedatum en een geslacht? Nou, dat bleek allemaal nodig te zijn om een e-mailtje af te leveren. In gemeenteland, kijk, u heeft e-mail en dan zeg je gewoon, ik tik een e-mailadres in, maar in gemeenteland werkt het zo dat je dan dus ook het geslacht moet weten. Anders komt dat e-mailtje niet aan. En de geboortedatum. Dus dat is een heel andere technologie, maar in ieder geval, zij hebben dat nodig. Daar is een wettelijke term voor. Wij noemen dat bovenmatige gegevensverwerking.
gegevens die je verwerkt, die je helemaal niet mag verwerken of niet eens zou moeten verwerken. Maar het gebeurt wel. Dan overtreed je eigenlijk de wet bescherming persoonsgegevens. Voor de juristen onder ons, als ik me niet vergis, artikel 8. En als het wordt gehackt, overtreed je ook artikel 13, namelijk dat je afdoende beveiliging moet bieden. Stelt u zich eens voor, ik krijg twee nieuwstips. Eén is, er zijn 23 persoonsgegevens gelekt door een lek in een website. En aan de andere kant zijn er 2,3 miljoen gelekt. Welke gaat leiden tot opening van het 8-uur-journaal? Dat is het gevaar van bovenmatige gegevensverwerking. Het wordt alleen maar beroerder op het moment dat je meer gaat verzamelen. Je zou dat niet moeten doen. En dat beveiligen, dat had je eigenlijk ook wel goed moeten regelen. Zo, die vliegschool had, die was gevoelig voor SQL injection, dat gebeurt er meer. Ze waren zo gevoelig voor die SQL injection dat ze uiteindelijk hebben besloten de data maar offline te halen en het lek te laten zitten. Dat kan geen kwaad, want er is geen data meer. Nou ja, er was een heel klein beetje data. Op 14 november organiseerden ze namelijk een open dag. En daarvoor moest je opgeven naam, adres, woonplaats. Kenteken van het auto en het aantal mensen waarmee je zou gaan komen. Ja, ik ben toch heel blij dat de gemiddelde inbreker nog niet zo goed is met standaard tools om SQL injections uit te buiten. Maar anders heb je een mooi lijstje bij de hand waar je eens even door de provincie kunt gaan reizen en eens lekker kunt gaan inbreken zonder dat je teruggepakt wordt. Slaat natuurlijk helemaal nergens op zoiets. Nou, uiteindelijk hebben ze ervoor gekozen een nieuwe website te maken en die statisch te maken. En als je erover nadenkt, is dat ook logisch, want ja, wat wil je nou interactief met een vliegschool doen? Gelukkig zijn zij niet de enige. We hebben natuurlijk ook cheap tickets gezien. En cheap tickets was wel erg cheap, want zij kunnen data ook in testsets her en der bij bedrijven kopen, maar ja, dat willen ze niet, dus hebben ze uw klantdata gebruikt. Want ze wilden namelijk een filiaal openen in Zwitserland. Nou, en wat meer met uw klantdata. Nou hadden wij bij Lectobe één regel, wij gaan niet aanzetten tot misdrijven. Dus op het moment dat iemand zich meldt en de database is niet opgehaald, op dat moment zullen wij niet gaan vragen, doe die database eens ophalen. Ik heb een heel klein beetje gesmokkeld. Ik heb gevraagd, zou je één naam voor mij willen opzoeken? Nou, die ene naam is opgezocht, dat was Jeroen Wollas van de NOS. En die heb ik opgebeld, want ik wist zeker dat hij ging vragen, heb jij de data in handen? Want ja, anders is het geen verhaal. Dus ik zeg nee, maar het gaat om 775.000 records. Ze zegt, ja, maar hoe kan ik dat bewijzen? Ik zeg, nou, welk nummer bel ik jullie? Ja, mijn privénummer. Heb je me dat ooit gegeven? Nee. Ik zeg, wat deed jij in november 2009 met een vrouwspersoon in Tokio? Ja, dat was mijn huwelijksreis. Ik zeg, en waarom eet ze vegetarisch? Wanneer kunnen we gaan beginnen met opnemen, was daarop de vraag. En daarmee was ook gelijk de pijnlijkheid van zo'n incident was opeens duidelijk. Hè. Opeens ligt gewoon open en bloot op straat dat hier informatie wordt gebruikt voor iets waarvoor u het niet heeft afgegeven. Er is u nooit gevraagd, vindt u het goed dat wij uw gegevens gaan gebruiken voor het openen van een filiaal in Zwitserland? Er is u gevraagd, vindt u het goed dat wij uw gegevens gaan gebruiken, zodat wij hun ticket kunnen afleveren. Daar ging het volgens mij om. Daar doe je zaken met die tickets. Maar goed, dat is wel de realiteit. En volgens mij, als u heel eerlijk naar uzelf kijkt, dan zal bij een gemiddelde organisatie, overheid of niet overheid, dat maakt niet zo gek veel uit, data nog wel eens anders worden ingezet. En eigenlijk zou dat niet moeten kunnen. Sterker nog, ik ga u adviseren hiermee te stoppen. Ik heb al aangegeven dat ik niet van plan ben om Lectobe te gaan herhalen. Omdat dat een beetje flauw zou zijn. Maar dat betekent niet dat er niets gaat gebeuren in oktober. En dat gaat in ieder geval weer in de hoek van privacy zitten, kan ik vast aankondigen. Net zolang tot u het goede gaat doen. Namelijk mijn gegevens beschermen. Ik ben er namelijk achter gekomen dat ik zelf niet meer zoveel kan kiezen. Als ik naar Spotify wil luisteren, moet ik lid zijn van Facebook. Dan kan ik gaan stampvoeten dat ik dat niet wil. Dat is wel een realiteit. Ik sta hier nu op een podium waar ik ooit als kind heb staan zingen. Want dat deden we met de middelbare school. Daar gaan we het in oktober met een reunie over hebben. Super leuk om weer met de mensen in contact te komen. Maar het gaat wel via Facebook. Daar heb ik geen keuze in.
Dus heel vaak worden mijn gegevens verwerkt en eigenlijk wil ik dat niet, maar ik heb die keuze niet meer. En dat betekent dus dat bij u allemaal een verantwoording ligt. En daar ga ik u aan houden. Kunt u natuurlijk denken van ja, kan het CBP dat dan niet? Ja, het CBP kan dat wel, maar die hebben 80 medewerkers. En die moeten een groot onderzoek starten om te achterhalen of u wel of niet de wet overtreedt. Volgens Jacob Koonstam kost dat zo'n 3 manjaar per onderzoek. Ik geloof hem daar wel in. Als je wil ontdekken of een journalist op tv die zegt dat hij op een gegeven moment over chipkaart heeft gereisd, of daadwerkelijk over chipkaart heeft gereisd, dan heb je daarvoor een rechercheteam van 5 mensen nodig die 5 maanden lang daarmee bezig zijn. Dat zijn 25 maanden opsporingscapaciteit. Ik heb een beetje daar wat onderzoek naar gedaan. Dat blijken fraude-rechercheurs te zijn. Die zouden anders gemiddeld 1,5 tot 2 weken bezig zijn geweest met een belastingfraude. Doet u zelf het rekensommetje even. Hoeveel belastingfraudeurs er nu wegkomen omdat u achter een journalist bent aangeweest zonder succes. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft 80 medewerkers. We hebben in Nederland 500 animal cops. En die animal cops, die kunnen 10, 20, 30 bekeuringen op een dag schrijven. Dus laten we even heel realistisch zijn. Wij nemen privacy gewoon niet serieus. Dat is een politieke keuze die we hebben gemaakt. En daar ben ik het niet zo mee eens. En ik word wel eens beschreven als participerend journalist, dus ik ga er wat aan doen. En ik blijf er ook wat aan doen. Maar dit is dus wel een heel vervelend probleem. En wat gebeurt er dan als u gepakt wordt? Nou, maakt u zich niet te veel zorgen. In het ergste geval kunt u de tweede keer een last onder dwangsom krijgen voor €4.500. Ter vergelijking, mijn strafzaak heeft mij €10.000 gekost. Dus, ach, daar komt u wel overheen. Als u spamt, kunt u een bekeuring krijgen voor €450.000. Een beetje hetzelfde parallel als met die animal cops. Hè? Het is een beetje ontspoord, lijkt het wel. Dat wordt straks allemaal strenger. Maar dat moet eerst nog in Europa door het Europese parlement. En dan moet het hier in wetgeving worden omgezet. En dan kunnen we als Nederland nog gaan roepen dat het oh, zo ingewikkeld is. Dus dat duurt nog wel een paar jaar. En dat gaat dus niet op een heel korte termijn gebeuren. Toch kunt u wel al zelf maatregelen gaan nemen. Ik vind het eigenlijk heel raar dat wij nog zo heel geheimzinnig doen over het feit dat er wel eens iets misgaat met beveiliging. U weet waarschijnlijk allemaal dat ook mijn server is gehackt. Dat is groot nieuws geweest, want het gebeurt niet elke dag dat een eenmanszaak wordt gekraakt. Dat was een groot verhaal, mede omdat ik het zelf naar buiten heb gebracht. En dan is het toch wel heel erg zo het sfeertje van dat heel erg fout is, dat er überhaupt iets mogelijk is. Niet dat ik persoonsgegevens voor anderen verwerk, maar dat doet even niet de zaken. Maar dat is eigenlijk een rare houding. Kijk, als er iets misgaat in de luchtvaart bijvoorbeeld, ja, dan vinden we het heel normaal dat wij weten wat er gebeurt. Dit kennen we allemaal. Turkish Airlines crash. Weet iemand hier waarom die crash gebeurde? De hoogtemeter was niet goed. Dat is wel heel fijn dat we dat weten, want dan weten we dus wat er mis is gegaan en dan weten we dus wat we bij de volgende vlucht beter moeten kunnen doen. Weten we nog wat er met deze vlucht is misgegaan? Nee. Ja, er zaten een paar minuten nog tussen, inderdaad, tussen het begin van de event. Ja, ik ben momenteel bezig met een collega, de Belmerhamp is dit jaar 20 jaar geleden. Dat opnieuw te onderzoeken, en vooral van wat hebben we geleerd. Maar er was nog iets, er zat een heel interessant element in. Namelijk, die boom die heeft een paar keer over de Belmer gevlogen. En die heeft wat cirkeltjes gedraaid. En wat daarvan de oorzaak precies is, dat is nooit helemaal duidelijk geworden. Maar het is wel een interessante, want we zijn daarna tot de conclusie gekomen dat over bewoond gebied vliegen met zeg maar brandende en neerstortende vliegtuigen geen briljant idee is.
die les zou dus moeten leiden tot beter gedrag. Is dat trouwens gebeurd in Nederland? Heeft het geleid tot beter gedrag? Nee, want vorig jaar of twee jaar terug is er een vliegtuig van Royal Air Maroc geweest dat eigenlijk precies hetzelfde heeft gedaan. En toch hebben we hier wel heel veel aan gehad. Toch hebben we hier ongelooflijk veel aan gehad. Want we hebben van al die rapporten die er zijn geschreven heel veel geleerd waardoor luchtvaart veiliger is. Als je nu in een vliegtuig stapt, ziet je ook van die kleine lampjes, hè? Van naar een uitgang toe. Dat heeft te maken met een vlucht van Air Canada, waar ooit eens een keer rook is ontstaan, omdat om niet duidelijke reden het toilet in de brand is gevlogen. En een van de dingen die gewoon 23 levens had kunnen redden, waren een paar hele simpele lampjes op de grond. Dan moet je wel weten dat dat is gebeurd. Dan moet dat wel onderzocht worden. En wat gebeurt er nou als we kijken naar ICT en beveiliging? Dan wordt er gezegd, we doen daar maar vooral heel geheimzinnig over. We gaan jou niet vertellen wat er gebeurd is. Tenminste, doorgaans niet. Ik heb gisteren KPN gebeld en gevraagd of ik inzage mag hebben in al hun onderzoeksrapporten. Behalve degene die natuurlijk met het strafrecht te maken hebben. Want ja, er is nog wel iemand bij die stout is geweest en iets heeft gedaan wat niet kan. En tot mijn verbazing heeft, eigenlijk heel, en daar word ik wel vrolijk van, heeft KPN dus ja gezegd. En dat is een hele gezonde houding. We weten al heel veel, namelijk dat de software niet goed was geüpdate. Maar wie heeft er hier in de zaal toen gedacht van, oeh, als KPN de software niet heeft geüpdate, zouden wij dat dan wel hebben? Wie heeft die intensiever gekeken? Dat is raar, want in de luchtvaart was nu echt bij iedereen de hand in de lucht gegaan. Van als de hoogtemeter niet goed is, dan worden er meteen programma's gestart om de hoogtemeters te verbeteren. En u doet dat niet, dat is eigenlijk heel raar, eigenlijk heel onvolwassen. Ik wist het al. En heeft het dan opgelost? Praat eens met forensisch onderzoekers en vraag of ze dit wel eens eerder hebben gezien. Verouderde software die heeft geleid tot een inbraak bij een bedrijf. En toch willen we er niet van leren. Toch hebben we bedacht, in de luchtvaart vinden we het heel gewoon om genoeg brandstof in een vliegtuig te stoppen. Hebben we ook van incidenten geleerd. En het blijkt namelijk dat de motoren stoppen met draaien op het moment dat er brandstof wat op is. En dan komt zo'n vliegtuig naar beneden. Toch leren wij niet op die manier van hele basale lekken. Ik zeg SQL injection. Nou, als ik naar Hans kijk, ik denk dat dat het meest voorkomende probleem is bij datalekken. Of naar Jeroen. We weten het dus allemaal wel en het is heel eenvoudig om te stoppen en we doen het toch niet. Ik wil jullie gaan vragen om na vandaag dat dus wel te gaan doen. Om wel te gaan kijken. Kijk eens op security.nl of nog beter nu.nl of webwereld. En kijk, toch altijd even voor je eigen token reclame maken. Kijk eens eventjes naar wat er aan verhalen voorbij komt en ga eens bij jezelf afvragen, zouden wij daar ook gevoelig voor zijn? Zouden wij daar ook iets aan kunnen doen om dat te verbeteren? En wie weet stopt dan een heel klein beetje met lekken of bent u er niet de oorzaak van dat vrouwen in Spanje op vakantie opeens bekeuringen van de NS gaan krijgen? Dat zal al heel erg veel helpen. Misschien is ook het wat opener staan in de maatschappij is sowieso geen gek idee. Je ontkomt er sowieso niets meer aan. En het is ook wel heel bevrijdend. Toen bij mij de hack was gebeurd, heb ik meteen besloten om volledig in de openheid alles te doen. Mensen die mijn logboeken wilden hebben, hebben mijn logboeken gehad. Daar heb ik niet moeilijk over gedaan. Nou, een heel klein beetje. Natuurlijk wel gefilterd wat met de hack te maken had en niet met de hack te maken had. Omdat je natuurlijk wel een boel bezoekers hebt. Die wil je verder toch beschermen. Maar de logboeken met betrekking tot de hack, die zijn naar meerdere beveiligingsbedrijven gegaan. En die hebben me daar ook bij geholpen om te kijken wat er van te leren valt. En het grappige is, daar is dus heel weinig aandacht voor geweest. Maar dat is het enige wat helpt om het volgende keer te voorkomen. Lessen trekken is niet raar. Een van de lessen die je ook nog uit Lektober zou kunnen trekken, is de onvolwassen reactie van organisaties. Je zult inderdaad maar 's ochtends wakker worden en dan opeens per e-mail een wachtwoordlijst krijgen en een paar keer lol mee trappen en dan opeens van de gemeente een dreigbrief krijgen.
Dat is wel leuk, dan zit je in de trein, stapt hieruit in Ede-Wageningen en werd opeens gebeld wat ik met Vlekken ging doen. Vlekken bleek de burgemeester van Landgraaf te zijn. Landgraaf is een dorp dat echt bestaat in Limburg. En meneer was zelf advocaat en die stelde me aansprakelijk voor alles wat er kon gebeuren in Landgraaf. Ja, dat zijn best veel kruisingen zonder verkeerslichten, kan ik u zeggen. Dat is best eng. Nou goed, binnen 24 uur was bij hem ook wel het kwartje gevallen dat dit er niet ging worden. Wat ook nog wel leuk was, hij twitterde toen op een gegeven moment een foto van de fanfare. Toen zei hij van, ik ben trots op u. En toen heb ik dat geretweet net daarvoor, in plaats van lekker dichten. Meneer was er eigenlijk wel van overtuigd dat dit niet de oplossing was om met problemen om te gaan. En toen gebeurde er wat heel interessants. Toen kwam een voltallige gemeenteraad, minus de P van de A, die in een persbericht zei dat het bedreiging van journalisten een goede zet was in de, stap, in de ja, strijd tegen online criminaliteit en voor de security. Ja, hoe goed het daadwerkelijk is, dat weet ik niet. Maar bij hem was het een politiek probleem, want hij kon de brief niet meer intrekken. Nou, uiteindelijk zijn we op een hele mooie schikking gekomen. Hij heeft al die passages uit de brief geschrapt, behalve de aanhef en de ondertekeningen. Dus ik heb dus nu strikt formeel genomen de brief, geachte heer De Winter, met vriendelijke groet, Raymond Vlekken. En daar heeft de gemeenteraad van Landgraven, naar ik begrijp, anderhalf uur over gesproken. Overigens heb ik de PvdA nog opgebeld van, waren jullie het niet eens met het persbericht dat jullie dit niet hebben gedaan? En daarop was het antwoord, jawel, maar wij vinden dat een motie een effectievere maatregel is. Dit is de manier hoe wij dus met beveiligingsproblemen omgaan. Dit is de manier waarop wij nadenken over gegevensbescherming. Als het eigenlijk te laat is, dan pakken wij dus een brief en gaan wij heel hard blaffen met een advocaat. Ja, voor mij is dat alleen maar leuk. Weet je, als je zo'n brief krijgt, dan denk je van, ik wil iets op de kaart zetten. Dit kun je niet mooier doen. Ja, dit stuur je door naar je PR-adviseurs van Geen Stel en die doen er hele leuke dingen mee. En daarna weet heel Nederland dat je zo met beveiligingsproblemen niet moet omgaan. Dus dit wordt hem niet. Dus aan u de keuze om te gaan nadenken wat het dan wel gaat worden. Nou, ik denk dat sowieso beter naar buiten treden al een hele goede oplossing zou zijn. En misschien moeten we het maar eens wat meer als luchtvaartrampen of als aanrijdingen gaan zien. Misschien gebeurt het wel eens dat iemand wordt gehackt. Misschien gaan we wel eens toe naar een maatschappij waar we winkeldieven hebben. Waar we aanrijdingen met auto's hebben en waar dus niet alles perfect is in het leven. Dingen gaan wel eens mis, dat is geen schandaal. Geheimhouden vind ik wel redelijk een schandaal, want dan worden de echte slachtoffers niet beschermd. En het lullige is, als u mijn gegevens verwerkt, dan bent u niet het slachtoffer, maar dan ben ik het. Want dat is mijn data. Het gaat over mij. Het is mijn paspoortnummer, mijn creditcardnummer, mijn bankrekeningnummer. En ik word opeens, zoals recentelijk een keer gebeurde door de politie, Haaglanden opgebeld of ik zwart heb staan schilderen in de Schilderswijk. A385 per uur. Ik heb ons geadviseerd mijn zusjes te bellen en te vragen of zij het een goed idee zou vinden als ik het huis zou gaan schilderen. Daar kom je nog wel vrij makkelijk mee weg. En er werd ook wat om gelachen en daar deed de politie niet zo heel erg moeilijk over. Dus dat probleem was vrij snel van tafel. Dat probleem is minder snel van tafel op het moment dat het om serieuze zaken gaat, om serieus geld. Weet je, één Google-actie en je begrijpt dat ik op bepaalde dagen niet eens ergens geweest kan zijn. Maar ja, dat geldt niet voor iedereen en dat geldt lang niet in alle gevallen. Het gaat dus elke keer over de burgers waarvan slachtoffers worden, die slachtoffer worden van die lekken. En dan denkt u, er komt een meldplicht, dus het komt allemaal wel goed. De meldplicht heeft twee kenmerken. Eén, hij wordt gemeld aan de overheid. En die gaat dan vervolgens nadenken of het een goed idee is om dit te gaan onderzoeken. En inmiddels heeft Fred Teval aangegeven dat er niet zo gek veel mensen bij het CBP bijkomen. Oftewel, ze krijgen meer taken en niet heel erg veel meer mensen. In ieder geval zeker niet zoveel als er animal cops zijn. En dat is toch wel voor mij een beetje het eikpunt geworden. Dus het gaat wat dat betreft niet goed komen. Dat is nog een tweede kenmerk. Je meldt aan de overheid en niet aan de burger. Oftewel, over u kan een melding zijn gedaan, maar u weet het zelf niet.
En dan is het aan de vraag of de organisatie, het CBP straks, genoeg mankracht heeft om u te gaan informeren. Want informeren is niet geregeld in de wet. Pakken we even de Amerikaanse wetgeving erbij, daar staat dus in de wet dat de burger moet worden geïnformeerd. Het grappige is, als ik een datalek krijg, dan moet ik zal verificatie moeten doen of het klopt. Nou, toen ik mensen ging bellen op de lijst van KPN die naar buiten kwam, toen waren mensen zwaar geïrriteerd. Dat is de gewone reactie. Toen ik ze een dag later belde van, nou, het blijkt niet van KPN afkomstig, maar ik heb ontdekt dat dit van Babydump komt, toen werden ze emotioneel, want dan kom je aan hun kinderen. Dan wordt het minder leuk. Dus ja, dat raakt je op het moment dat je op de hoogte wordt gebracht. Maar u wordt dus niet op de hoogte gebracht. Dat u het even maar weet. En u bent allemaal en burger en ergens actief in een bedrijf. Dus u heeft en een verantwoording. En u bent zelf straks ook slachtoffer. Dus die wetgeving daar ben ik een beetje op het punt aangekomen dat ik daar niet meer zo gek veel vertrouwen in heb dat dat het gaat oplossen. En de nieuwe Europese richtlijn moet nog door het Europese parlement en door allerlei dingen. Dus dat duurt nog wel eventjes. Als je kijkt naar alles wat gebeurd is rond Lektober, dan waren er nog een paar lessen te trekken. Namelijk dat wij nog steeds heel erg beroerd zijn in het selecteren van wachtwoorden. De gemeente Zeewolde had een wethouder en die heette Winifred. En Winifred had als wachtwoord poelbeer. Dat is in de media gekomen door Omroep Flevoland, die namelijk ook op de wachtwoordlijst stond. En dat kwam omdat het dus die mailinglijst was. Om een of andere reden vonden ze het niet leuk toen ik dat wachtwoord noemde in een interview, om dat dus zeg maar in de kut mee te nemen naar het uiteindelijke product. Maar er was opeens dus wel spanning tussen de gemeente, want wat deden zij met interne wachtwoorden van Omroep Flevoland? Oftewel, deze mevrouw vertelt zelf heel eerlijk dat ze overal hetzelfde wachtwoord gebruikt. Ook dat doen wij allemaal collectief, geen enkele uitzondering hier, ik ga het niet eens vragen met handen, want dat is gewoon zo. Wij doen dat allemaal. We hebben overal 2, 3, 4 keer hetzelfde wachtwoord. Sommige mensen overal hetzelfde wachtwoord. Nee, natuurlijk Jeroen niet, maar u verder allemaal wel. Dat doen wij gewoon omdat het te ingewikkeld is. Wij zullen dus ook anders over authenticatie moeten gaan nadenken. En eigenlijk gebruikersnaam en wachtwoord, die tijd hebben we wel gehad. Zeker als het gaat om persoonsgegevens. Toen de KPN-hack op een gegeven moment dat lijstje van 537 namen gaf, werd er opeens was er wat reuring, want er waren een aantal journalisten die gingen inloggen op Marktplaats en Facebook met de wachtwoorden van die mensen. Die vonden dat dus nog nieuws. Nou ja, als je een beetje meeloopt en meedraait, dan weet je dat dat gewoon helemaal geen nieuws is. Dat is meer van hetzelfde. Het leuke werd, toen ik dus opeens mensen ging opbellen van, ik hoor van het Openbaar Ministerie dat zij gaan vervolgen als dit dus gewoon massaal gaat gebeuren. En toen krijg je opeens van de NOS en van één persoon krijg je opeens het verzoek of je alsjeblieft niet wil publiceren. En dat het toch helemaal niet leuk is als je een strafzaak aan de broek krijgt. Het OM was er niet op uit, maar het OM wilde het signaal afgeven dat die data niet misbruikt mag worden. Maar goed, ja, dat is eigenlijk een oproep in het luchtledige. Want nu gaat het om 537. Wie een beetje goed zoekt op Pacebin kan van zo'n 1 à 2 miljoen Nederlanders persoonsgegevens vinden en ze gaan misbruiken. Nou heeft de oprichter aangebeloofd om daar wat anders mee om te gaan. Goed, dan wordt er een ander vorm gevonden en wordt dat misbruikt. Dit is gewoon de realiteit van de wereld waarin we leven. Anonymous kwart inderdaad de creditcardnummers van de gebruikers van Stratfor Online. Wat je er ook voor vindt, het is de realiteit en dat betekent dus dat er een heel circuit in werking moet worden gezet om je te voorzien van een nieuwe creditcard. En denk eventjes rustig naar waar je allemaal je creditcardgegevens achterlaat en hoeveel vertrouwen je in al die organisaties hebt. Ik ga de komende 2 weken met 2 zeer grote organisaties komen die creditcardgegevens verwerken en ze niet goed afschermen. Het is gewoon echt schering in de inslag. Voor de burger is er dus ook een taak weggelegd. 1. Goede wachtwoorden kiezen, misschien een andere vorm van omgaan met authenticatie. Er ligt nog een tweede de taak voor de burger. Het wordt normaal om aan u te vragen hoe u mijn gegevens verwerkt.
Een van de mooiste dingen was tijdens het Lektober dat er op een gegeven moment een bijeenkomst was van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, een wethouder opstaat en die vroeg of ik besefte wat voor Lamlo ik was. Dus ik heb daar natuurlijk op gezegd dat ik dat heel goed besef. En toen zei hij, wat u doet, u stookt het volk op. Wij hebben al meer dan 200 telefoontjes gehad van burgers die willen weten hoe wij hun gegevens verwerken. Nou, ga dan maar aanstaan om daar antwoord op te geven. Nou, die man die werkte dus, of die was wethouder bij een gemeente van 30.000 inwoners. Dus ik zat maar suf te pieken, waar blijven die 29.800 andere burgers? Nee, is. Nee, er zit geen schandaaltje in, sorry. Meneer was des duivels over het feit dat een burger wil vragen hoe er met zijn gegevens wordt omgesprongen. Staat gewoon in de wet, mag je gewoon vragen. Is niet heel bijzonders aan. Toch doen wij het collectief niet. Maar er gaat een moment aanbreken, en dat is niet zo gek veel ver weg meer, dat die vraag wel gesteld kan worden. En dan is misschien dan nu de vraag, kunt u dan ook op een fatsoenlijke manier antwoord geven? Kunt u dan zeggen van ja, wij zijn ISO 27001 gecertificeerd, we laten met regelmaat een pentest uitvoeren, we laten dit en dit doen. Kijk maar, hier zijn de certificaten ervan. Bij KPN zijn ze nog aan het zoeken. Maar het is een hele normale vraag en het is een hele normaal dat je een verantwoording op dat gebied aflegt. Wij hebben geen Federal Aviation Administration die jullie op de vingers gaat tikken. Maar dan zul je gaan zien dat burgers dat zelf gaan doen en die vraag gaan stellen. Ik zal in mei met een initiatief gaan komen waarbij het heel normaal wordt om een soort whitelist voor organisaties te hebben die enigszins fatsoenlijk met je persoonsgegevens omspringen. Niet omdat ik het zo leuk vind, wel omdat het zo keihard nodig is. In de Verenigde Staten kun je verzekeren tegen identiteitsdiefstal. Ik vraag me af hoe lang je dat in Nederland nog zou kunnen, of hoe lang het nog duurt in Nederland voordat je dat dus ook moet doen. Het is gewoon helaas de harde realiteit dat er misbruik wordt gemaakt en dat dat ook serieus geld gaat kosten. Wie is hier trouwens al slachtoffer van identiteitsdiefstal geweest? Het valt me echt reuze mee. Maar het is bij mij dus al 4 keer gebeurd. Ik belde gisteren met American Express en die verifiëren mij aan de hand van de geboortedatum van mijn moeder. Daar hoeft het jaartal niet bij hoor, als u dat gênant vindt. Hoe vaak op mijn Twitterfeed zou ik dat hebben aangegeven? En dit is gewoon een authenticatievraag die ze al jaren gebruiken. Dat u het maar beseft. Gelukkig zijn we heel langzaam aan het bewust worden en zijn er dan een paar dingen ook positief aan het veranderen. Want ik wil niet alleen negatief zijn dat je straks de dag in gaat en denkt dat het allemaal toch reddeloos verloren is. Het zou trouwens wel heel enig zijn, hè? Want er zijn wel een aantal kerkgenootschappen die dat heel erg graag doen. Maar er zijn ook een paar hele positieve ontwikkelingen. In mei start hij een onderzoek, een parlementair onderzoek naar ICT en beveiliging. ICT en dan vooral over het niet kunnen omgaan met het inkopen van ICT-oplossingen en beveiliging met waarom gaat het zo structureel mis bij de overheid. Wat mij betreft hadden ze dat mogen oprekken met waarom gaat het zo structureel mis in Nederland. En ik vind het jammer dat je niet mensen onder ene kunt horen. Maar de realiteit is het onderzoek start en dat betekent dat we een aantal vragen gaan beantwoorden. Een deel van die vragen zijn al beantwoord door de Algemene Rekenkamer. En nu gaan we het dus nog eens een keer goed terug horen en gaan we misschien eindelijk eens een keer lessen trekken uit alles wat er niet goed gaat met ICT. Tweede is, de Vereniging Nederlandse Gemeenten is bezig voor alle gemeenten om een soort beveiligingsbeleid neer te leggen. Ook dat is goed nieuws. Want ik heb niet de illusie dat mijn buurgemeente Renswoude in staat gaat zijn om zelf een goed beveiligingsbeleid neer te leggen. Want de systeembeheerder daar is dat, geloof ik, maar voor de helft van zijn tijd, omdat hij de rest van de tijd achter de balie staat om klanten te helpen. Ook dat is gewoon de harde realiteit. Dus ik verwacht dat daar ook nog heel veel te halen is. Rijksoverheid is momenteel bezig met meerdere initiatieven. Het UWV is een beveiligings- en privacy-informatiecentrum aan het opzetten voor al hun ketenpartners. Je moet je voorstellen, als het UWV informatie heeft, dan gaat dat naar heel veel organisaties door. En dan is eigenlijk de vraag voor als u niet bij de overheid werkt, van nou, wat doet u dan?
wie geeft die 10% van zijn ICT-kosten uit aan beveiliging, wat een beetje de norm schijnt te zijn? Wie zei er net meer? Ja, die club kan ik me wel bij voorstellen. TransLink Systems inderdaad, en dat is misschien bijna wel een applausje waard, die geven wel meer dan 10% van hun omzet uit aan de ICT-omzet uit aan beveiliging. Maar die zijn er ook wel heel erg vaak op gewezen. Dus meer dan gemiddeld. Maar eigenlijk zou dat wel de norm moeten zijn. En dat is niet de norm die ik heb bedacht. Dat is wel de norm die is die gewoon in de wetenschap als toch wel enigszins geldend is neergelegd. En u allemaal voldoet daar dus niet aan. Ik wou langzaam naar het einde toe nog met een uitspraak uit de luchtvaart eindigen. If you think that safety is too expensive, try an accident. Ik sprak gisteren KPN en die zeiden dat zij een schade hebben opgelopen van in de miljoenen. Waarop bij mij de vraag was, en wat kostte nou het patchen van de systemen? Ja nee, dat ging om duizenden natuurlijk. Dat was niet zo, dat was niet het grote, maar het was vooral alle dingen die er omheen kwamen. Doe het in godsnaam. Weet je, ik heb zoveel voorbeelden laten zien van waar gewoon het basale niet is gebeurd. En als het te ingewikkeld is, neem Cloudflare. Dat is een beetje de uitvinding die net zo mooi is als het internet zelf. Een dienst die voor je eigen website wordt gezet en dan vang je in ieder geval de SQL injections af. Dan ben je in ieder geval al verzekerd tegen lektoberachtige acties. Dan ben je daar al vanaf. En ga daarna eens goed aan je huiswerk en ga mijn gegevens goed beschermen. Ik doe jullie een gunst, namelijk de gunst is dat ik jullie mijn gegevens laat beheren. En daar hoort wat voor terug, namelijk dat u zich aan de wet gaat houden en dat u beveiliging gaat doen. En als u dat niet gaat doen, en ja inderdaad, dit is een dreigement, dan weet ik u te vinden en dan kom ik u opzoeken. Fijne ochtend. Daar kun je inderdaad, Jeroen roept al een hele goede kennis, gewoon een gebrek aan kennis, maar ook een gebrek aan risicobesef. We gaan niet dood. Sorry? We gaan niet dood. Nou, dat is nog maar de vraag, want het is, ik hoor bij de scholing die denkt dat bij DigiNota er ook daadwerkelijk mensenlevens verloren zijn gegaan. Het is alleen lastig om daar zeg maar een camera op het gezicht te zetten, want ik weet niet wie het is. En ik kan ook niet een weduwe of zo met een wat kinderen laten zien. Want dat schijnt dan nodig te zijn. Maar het is wel evident dat dissidenten daar heel veel gevaar hebben gelopen. In ziekenhuizen is het absoluut zo dat daar incidenten kunnen leiden tot het verlies van mensenleven. SCADA, een beetje de next big thing wat aan het komen is, zijn de dingen die je op afstand beheert, zoals sluizen en andere dat zaken. Ja, daar kan het dus ook gaan om mensenlevens. Maar wat mij betreft hoeft het niet om mensenlevens te gaan hoor. Ik vind een carrière of een leven ruïneren al vervelend genoeg. Je zult maar degene zijn die dankzij malware opeens kinderporno op zijn laptop heeft. Ga dat maar uitleggen. En niet iedereen is even goed als de Tweede Kamer. Waar ze, als ze IP-adressen in bezit hebben, opeens kunnen zeggen, maar daar doen we al 10 jaar niets meer mee. Ja, dat is absoluut een probleem. Vraag is, is het niet het probleem dat security mensen niet serieus worden genomen? Daar komt het eigenlijk op neer. Ik zou hem breder willen trekken. ICT's worden niet serieus genomen. Ik heb meer dan 30 mailtjes gehad die allemaal dezelfde strekking hadden van mensen van, met dank aan Lektober word ik eigenlijk nu wel serieus genomen. Of nu mag ik opeens bij mijn manager komen om uit te leggen wat er verkeerd gaat. Ja, dat is heel triest, maar dat is wel
ja, jullie zijn allemaal een beetje de nerd die ergens in een hoekje zitten en een beetje raar zitten te wezen. En niet allemaal ook niet snappen. Ja, dat is wel een beetje wat het beeld is. Maar ja, die nerd kan wel zo'n beetje elk bedrijf failliet laten gaan. En Gigi Noten was natuurlijk ook wel het voorbeeld van hoe eigenlijk slecht omgaan met ICT. En slecht omgaan met een incident bij elkaar uiteindelijk toch wel vrij dodelijk is geweest. Uptime is heilig bij bedrijven die geld moeten verdienen, absoluut. KPN heeft overal toegegeven dat de uptime belangrijker was dan het patchen van de systemen. En dat een van de overwegingen is geweest. Ja, maar dat wil ik meteen wel weer bereden trekken. Het gaat niet alleen om die ICT'ers, maar wij hebben in Nederland iets wat ik door het Rathenouw Instituut een beetje ben gaan noemen techno-optimisme. Weet je, technologie is heilig en mobiele telefoons kunnen van alles. Ik hoorde pas een verhaal van een tester, die moest even een iPad testen. En daardoor kreeg je de toegang tot de hele directie van een organisatie. Dus laat je iPad in een trein liggen en je hele organisatie ligt open en bloot. Ja. Die manier van kijken naar problemen, dat zijn we niet gewend. Maar daarom kom ik ook met die voorbeelden uit de luchtvaart juist. Waar iets heel lulligs of iets kleins soms kan leiden tot hele grote dingen. Weet je wel, op een gegeven moment was er een stukje tape over een vliegtuig geplakt. Omdat dat gewoon een standaard procedure was. Een stukje tape was men vergeten te verwijderen. En daardoor komt de hoogtemeters en snelheidsmeters niet meer en stort die kist neer. Ja, dat is lullig dat dus een stukje tape van wat zal het kosten, 2 of 3 cent of zo, uiteindelijk een kist van 30, 40 miljoen naar beneden brengt. Die manier van denken hebben wij niet. Wij zien niet fantastisch in technologie, dat kan nooit misgaan. Hier de gemeente Ede heeft in een wijk op een gegeven moment, toen we problemen met Marokkanen hadden, camera's opgehangen. Dus ik heb in een dingetje in de lokale surfertje geschreven van ja, dat is dus ineffectief, want dan gaan ze 300 meter verderop staan en daar werken de camerabeelden niet meer. Nou, verdomd, het werd 400 meter uiteindelijk en daar werden de auto's in brand gestoken. Dat kwam niet door het falen van de techniek, dat kwam niet door een verkeerd plan van, maar dat kwam door die lastige journalist die in een column deze Marokkaan op dit idee heeft gebracht. Technologie faalt nooit in onze ogen. De gemeente Leeuwarden heeft camerabewaking in de binnenstad. Laat eens onderzoeken of dat effectief is. Er blijkt onomstotelijk uit dat dit een zeer ineffectieve manier van beveiligen is. Dus er worden meer camera's bijgeplaatst. Ja, schiet mij maar lek. Maar dit is wel hoe wij met beveiliging omgaan. Wij willen soms niet de realiteit onder ogen zien. En dan ben je dus negatief. Heel veel mensen... Denk bijvoorbeeld dat ik een tegenstander van de OV-chipkaart ben. Ben ik dus niet. Ik vind het een hartstikke mooi systeem. Ik vind zelfs nog het NS Business Card systeem net iets mooier, omdat het dan achteraf betalen is. Maar het is een technologie waar problemen aan zitten. Waar een nieuw, en daar hoor je wel open voor te staan en daar hoor je wel heel kritisch naar te kijken. En zo zijn er met alle technologieën en met elke manier met ICT omgaan, wij willen alleen maar de voordelen zien. Bij Lectober is de nadruk gelegd op technische problemen, SQL-injectie, patches, dat soort dingen. Je hebt in je presentatie nog 2 dingen genoemd, maar ik denk dat het goed is om daar misschien ook wat nadruk op te leggen. Namelijk, waarom je überhaupt met gegevens aan de gang gaat. Die geboortedatum is leuk en aardig, maar om maar een voorbeeld te geven, vaak worden gegevens gewoon verzameld en gebruikt en dan staat het probleem. Is het niet zo dat we ook daar meer nadruk op moeten hebben? Ja, de keuze voor Lectober is een hele simpele. Ik ben dat gaan doen omdat tijdens de hoorzitting die genota tegen mij werd gezegd, meneer de Winter, dit was gewoon een incident. Oh. En als je een structuur aantoont waarbij het mis is, ja, en je legt die structuur neer, dan heb je iets waarover je kunt gaan praten.
Dat andere ben ik helemaal met je eens. En dat moet ook worden blootgelegd. Maar het moment in de tijd vorig jaar was gewoon dat op dat moment oog er was voor hacks en voor de pijnlijkheid ervan. Ik had daar ook niet een maand of twee mee moeten wachten, want dan was zeg maar het momentum verloren gegaan. Maar op dat moment in de tijd waren wij allemaal gevoelig om hier eens naar te gaan luisteren. En daar heb ik gebruik van gemaakt. Die andere, moeilijkere privacy-discussie wil ik dit jaar ook proberen te starten. Ik heb in december een oproep gedaan en dat voel ik ook nog steeds zo. Toen de publieke omroep opeens de gegevens van 2,3 miljoen Nederlanders lekte. En toen werd toen lullen gedaan over het Sinterklaasboek. Het Sinterklaasboek was maar zo'n onderdeel van de totale data die dus bij mij over schutting was gegooid. En daar zaten ook alle adressen van mensen die naar het Klokhuis kijken en zo tussen. Nou, dat is de droom van iedere pedofiel om die lijst in handen te krijgen. En vervolgens wordt daar dus heel laagdunkend over gedaan. Dat is allemaal niet zo erg, want het gaat maar om een paar e-mailadressen. Het ging om veel meer. Maar goed, dat werd een beetje de sfeer, want toen was het de publieke omroep zelf. En dan is het niet leuk. En dan opeens is het geen opening 8 uur journaal. Het zou wel zo leuker zijn, hè? NOS erger lek dan gedacht. Maar dat gebeurt dan niet. En toen heb ik een oproep gedaan voor een nationaal privacy-debat. En dat lijkt nu ook van de grond te gaan komen. En daar willen we juist heel erg gaan zoeken naar wat zijn nou concrete oplossingen. En een van de dingen die we vooral bij marketing en andere criminelen in het hoofd moeten krijgen, is dat ze gaan snappen dat je met minder data evenveel kunt bereiken. En dat je daar wat slimmer mee moet omgaan. Misschien moeten ze wat meer naar Sherlock Holmes gaan zitten kijken of film als lezen te moeilijk is voor ze. Maar al die PR-mensen moeten gaan leren dat je met data ook anders kunt inzetten. En dat veel slimmer kan en dat je dan ook minder nodig hebt. En dat het risico... Nogmaals, als iemand bij me komt met een lek met 23 records, ja, ik zal hem niet weglachen, maar dat is geen nieuws. 2,3 miljoen wel. Natuurlijk, inderdaad. Als er 23 personeelsdossiers van medewerkers van de AIVD zijn, dan wil ik daar best over schrijven. Maar als het volledige personeelsbestand is, met volledige dossiers, wordt die nog leuker. Dan wil ik het bij laten. Nogmaals, hartelijk dank, Brenner.